Moedig weerstand te bieden tegen de Romeinen. Dat is een beetje wat hij binnen de Sociaaldemocratie is. Hij probeert nog moedig, moedig weerstand te bieden tegen deze samenwerking en uiteindelijk wellicht fusie. Ja. Want daar draait het wellicht op uit. Ja. Um, maar dat, ja, dat hij hoort bij een heel klein clubje dat hier tegen is. Um, maar zij maken zich wel degelijk zorgen. Waar hij zich zorgen over maakt. En ik, ik, ik merk dat dat op sociale media toch wel ook wat meer tractie krijgt. Is dat hij zegt. Het, 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 het verhaal van de Partij van de Arbeid. De A. Arbeid. Dat moet wel op één blijven staan. Uh, het bestaanszekerheid. En hij zegt: ja, je bent de Groene. Kijk uit dat het niet bijvoorbeeld klimaat ineens op één komt te staan. En dat wordt wel interessant. Hoe gaat uiteindelijk het gezamenlijke verkiezingsprogramma eruit zien? Want ja, zo'n lijst dat is eigenlijk pas stap één. Het, het, het gedonde begint nu pas, zou je kunnen zeggen. Uh, Recuperen eens even. Vindt u het een, een heugelijke dag voor u als Sociaaldemocraat? Ik had het stil willen houden, maar een beetje slechte timing om nu juist op de radio te zitten. Nee, voor mij is het een rouwdag. Oh. Ik, ik hoor bij het kamp Spekman. Okay. En dan ben nog, we iets verder. Ik overweeg mijn lidmaatschap op te zeggen van de PNA. Want? Omdat hiermee het einde van de sociaaldemocratie in Nederland is ingeluid met deze fusie, bijna fusie. Dus ik, ben, ik heb ook tegengestemd als een van de weinigen blijkbaar. En, ja. uh, nee, ik heb ik grote problemen hiermee. Dit is, dit, is, dit is de beweging weg van de middenpartij. Dit is de beweging weg van de Volkspartij. Ja, en dat is sowieso de vraag of dat nog in Nederland. Daar gaan we het zo meteen maar over hebben. Wat de voorwaarden zijn ja. voor die middenpartijen. Het probleem is dat de huidige middenpartijen geen middenpartijen meer zijn. Die moeten, die moeten opnieuw worden uitgevonden in Nederland. Dat is een deel van, he, die zogenaamde flanken die je net noemde, die zijn een deel van het midden. He, er moet een nieuwe mix komen tussen flanken, BBB, omzicht en die oude middenpartijen. Wil je weer het midden in Nederland herstellen? En deze beweging van de PvdA naar GroenLinks, die snap ik heel goed. Vanuit mag oogpunt, machtspolitiek. Van macht, ja. He, je doet er weer toe, want ze waren totaal gemarginaliseerd. He, dus dat snap ik wel. Ik vind het ook een goede. Move, omdat het de generatiebreuklijn overschrijdt. Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van de PvdA-leden en kiezers, die is, die is dramatisch. Dat zijn allemaal bejaarden. En GroenLinks zijn jongeren. Dus in dat opzicht vind ik het wel een slimme mix. Alleen het is totaal de verkeerde mix waar het gaat om het bij elkaar houden van Nederland. Namelijk hoogopgeleid Nederland, middelbaar opgeleid Nederland, provincie en grote steden. Dus u zegt eigenlijk met deze uitslag: uh, goed voor de partij, slecht voor Nederland. Ja, 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 ja. Mooi, mooi gezegd. Oké. Okay. Ris riskant voor Nederland. Ja. Um, Thomas, kom bij jou even terug. Um, wat opvallend tussen is de Amsterdamse wethouder, Marjolein Moorman. Die heeft het moment dat Rutte bekend maakte uh, op te stappen, ik pak Kon je toch een erbij. zag je toch ja. een serie Aha. Instagram en tweets langskomen. Die nou, nou. Daar, daar droopt niet de spontaniteit vanaf. Die leken enigszins voorbereid. <laughs> uitgewerkt te zijn. Um, de, 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 laat ik het zo zeggen: als je naar het social media gedrag kijkt. Lijkt het alsof zij eigenlijk al in een eerder stadium gevraagd is om die namens GroenLinks en Partij van de Arbeid partijleider te worden? Vanmiddag. Wauw, historisch moment, kippenvel. Punt. Samen ja. gaan rood en groen de strijd aan. Natuurlijk horen we bij elkaar. Want zorgen voor elkaar betekent goed zorgen voor de planeet. Samen kunnen we het land ten goede veranderen, zodat onze kinderen een betere toekomst tegemoet gaan. Let's go! al dus Marjolein Moorman. Ja. Je voelt dan alles inderdaad, uh, en dat is niet de eerste tweet... ook in de, de val van het kabinet, meerdere tweets. Je, je zou kunnen zeggen, deze vrouw loopt zich warm. Ja. Um, want het punt is, wie gaat deze partij leiden? Wat een, een verhaal gaat wat in Den Haag gaat... en iedereen die binnen deze partij spreekt, niemand ontkent het... is dat Frans Timmermans wellicht de premierskandidaat zou ja. zijn. Dat is iets wat we eigenlijk helemaal niet kennen in Nederland. Want je kiest niet ja, voor een premier. Maar even daarop, afgelopen vrijdag had uh, Jesse Klaver... een stuk in de Volkskrant, ja. waarin hij nadrukkelijk zei... we gaan naar één lijst toe, tenminste dat was zijn ambitie... en daarin heeft hij het over een... We gaan samen een partijleider kiezen en we gaan samen een premierskandidaat doen. Nou, ja, dan dat is het zou wel... dan dus Frans Tilmans zijn. Ja. Punt is: stel dat Jesse Klaver dan de lijsttrekker zou zijn van die lijst, dan ja. zou je twee mannen hebben. Dat is voor een progressieve beweging ja, of twee mensen van de Partij van de, Kijk, de Arbeid. Wij zijn nu, en... nu vanavond hier een panel... als Elif straks weggaat. Ja. Uh, mm. Maar dat is eigenlijk dat is toch een beetje frowned upon tegenwoordig. En ik kan me haast niet voorstellen dat een linkse beweging in Nederland dat zou doen. Uh,